Veel mensen zijn op zoek naar zin en betekenisgeving in hun leven. Zeker na grote gebeurtenissen, zoals een pandemie, wordt deze zoektocht extra aangewakkerd. Mijn naam is Romy Sloot en ik doe de master Geestelijke Verzorging op de Utrechtse campus van Tilburg University. Als geestelijk verzorger begeleid je mensen bij deze zoektocht. Dat is een uitdagende rol. Ik vind het fantastisch om met mensen het gesprek aan te gaan over dat wat voor hen van belang is. Om samen op zoek te gaan naar wat ertoe doet en welke plek dit in hun leven krijgt. Hoe kijken zij naar dingen en wat houdt hen bezig? Deze master leidt je op tot geestelijk verzorger, een functie die van groot belang is binnen verschillende instellingen. Dat kan de zorg zijn, justitie of defensie. Steeds vaker leveren geestelijke verzorgers ook een waardevolle bijdrage in andere werkvelden. Bijvoorbeeld bij de politie, het aardbevingsgebied in Groningen of bij mensen thuis. Wat me het meest aanspreekt in deze master is de praktijkgerichtheid en de expertise van de docenten. Gastsprekers uit het werkveld brengen de theorie tot leven en geven een realistisch beeld van het beroep. Door de kleinschaligheid van de opleiding ontwikkel je snel hechte banden met je medestudenten, waardoor je met elkaar de diepte kan opzoeken. De studie is intensief en inspirerend tegelijkertijd. Geestelijke verzorging is emotioneel diepgaand en essentieel werk dat veel mensen zien als een roeping. Wat de master voor mij zo fijn maakt, is de balans tussen studie en tijd voor werk. Ook voor parttime studenten is het ideaal, met vaste collegedagen en ruimte voor maatwerk. Bovendien is Utrecht lekker centraal gelegen en is het een fantastische stad. Daarnaast biedt deze opleiding ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en inhoudelijke verdieping. En het is de enige tweejarige masteropleiding voor geestelijke verzorging in Nederland. Als deze opleiding je wat lijkt, zou ik je aanraden om contact op te nemen en een keer langs te komen. Je zult pas echt ervaren hoe waardevol de studie is als je langskomt, de sfeer proeft en ziet hoe fantastisch het is.